Hallo reviewvrienden, hoe is je daar? Hier is hij. Ja, zoals je het ziet, niet goed. Ik heb nog steeds bronchitis, hoesten, hele nacht wakker. Ik ben wit, ik ben verdrietig. Ik zie er verschrikkelijk uit. Ik kan wel janken en ik lag het liefst in bed. En je nog? Heb ik allemaal afspraken vandaag, dus ik moet dingen doen. En als ik dingen moet doen, dan moet ik dingen doen en dan ga ik maar dingen doen. Zo is het leven en zo is ook het bestaan als de reviewleider van dit land. hoor ik daar mezelf reviewleider van dit land zeggen? Ja, want het lijkt me toch stug dat iemand anders dit ook doet. Ja, ik heb er niet op gezocht. Maar wie gaat er nou in godsnaam allemaal die rare troep zitten proeven? Als volwassen man. Dat doet toch helemaal niemand, neem ik aan. En dit is ook de 260 of zo. Ik bedoel, wie houdt het nou zo lang vol? Ik denk dat ik de reviewleider van het land ben. Is daar iets om trots op te zijn? Weet ik niet. Ja. Ja, er zou ook wel een kampioensloodje springen zijn. Ja, is die man dan trots? Weet ik niet. Nou ja. Laat ik me doorgaan voordat ik in elkaar stort. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons af een beetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Maar dat is niet veel. Oh! Bubbelisjes kauwgom. Dat is echt van mijn jeugd. Bubbelisjes bubblegum. Dit is ja, wat wij vroeger zagen als een ultiem snoepje. Dit was het uitje van de maand. Maar ja, toen waren we al blij met een kapotte voetbal. En tegenwoordig zijn ze boos als hun elektrische stepper niet meer doet. Maar dit was volgens mij de enige bubblegum die er was. Wij hadden alleen maar roze bubblegum. De strawberry slash. Dit was de bubblegum. En nu zie ik dat er nog twee zijn. Cola bubblegum. Nog nooit gezien. En de ultimate original. Dit is dus de basis bubblegum. Ook nog nooit gezien. Ik dacht dat dit de basis bubblegum was. Maar het is dus deze. Ongelooflijk, hè? We komen achter veel dingen, hè, bij Jans Reviews. Niet te geloven. Mijn basis bubblegum. De basis bubblegum. Jongens, in bubblegum zit rotzooi. Ja, deze letters zijn mij ook te klein om te lezen. Maar er staan natuurlijk allemaal dingen op waar we niet blij van worden. He, allemaal kauwgoms en een andere troep. En 95-1 nummers. En ja, er zitten natuurlijk allemaal rotsen in. Maar daar ga ik niet over moeilijk doen, want bubblegum is bubblegum. Oh, waarom heet bubblegum bubblegum? Omdat je er hele grote bellen mee kan maken. En dan hadden ze zulke roze bellen. He, die chicks, ik kon even bijlopen. En dan zat het over het hele gezicht. Dat was leuk. Dat had er ook mee te maken dat ik jaloers was. Ik kon geen bellen blazen. Ja, er zijn een paar dingen in mijn jeugd die ik niet kon. En een daarvan was bellen blazen. Ja, op mijn vingers fluiten kan ik ook nog steeds niet. Er zijn toch wel een paar dingetjes dat je denkt, ja, ik val toch een beetje buiten de boot. Ik ben toch een beetje een zwart schaap. Iedereen zulke bellen en Jantje, pok, gelijk kapot. Iedereen op zijn vingers fluiten en dan, triest. Maar goed, ik ben er groot bij geworden. En aardig dik. Afijn. Nu denk ik dat het vriendelijk is om mijn Memory Lane bubblegum als laatste te nemen. Want anders ga ik zeggen, ja, dit is lekker. Dit is het. Dit is het, zei Michael Jackson. Dus dat gaan we niet doen. We gaan met de basis bubblegum beginnen. En die basis bubblegum, die ken ik helemaal niet. Ik wist helemaal niet dat het basis bubblegum was. Kijk, dit is het mooie van bubblegum. Een enorm blok om op te kauwen. Niet dat lullige kauwpie, nee, maar kijk hier. En de basisbubblegum is dus ook roze. Hè? Eerst moet je even er doorheen. Moet je even doorheen. En dan moet je ook. Het is niet een lekkere kauw, maar niet als er nog een blok is. Dit is zo. Ja. Nou. Ik ga het niet zeggen. Ik ga bijna dood. Ik ga het niet zeggen.
Want de ouderen kijken van de reviews, begrijpen. En de jongeren kijken denken, heeft die oude zak het over? Oké. Zo'n enorme kledder wordt het, hè? Dit is niet lullig, hoor. Dit is om iets om aan te kouwen. De basis bubblegum smaakt naar tonka bubblegum. Oh, zeggen alle ouderen. Tonka bubblegum, dat ken ik wel. Dat waren wat langere pakketjes. En er stond een jongetje op. En een pakketje was gewoon wit en rood en blauw, zo'n beetje. En dat heet tonka bubblegum. Smaakt exact naar tonka bubblegum. Ik wil niet even veel doen, maar misschien is het achteraf onzin. Het zou me niet verbazen dat die tonka bubblegum gewoon van deze bubblegum was. Dus dat de bubbelistjes bij ons op de markt met deze kwam en met tonka. Snap je? Dat je concurrerende merken van één merk hebt. Snap je wel? Enfin, hoe is die? Smaakvol. Suikerbom, maar er zit wel één basissmaak aan en het is niet dat je denkt, hier ga ik even anderhalf uur zitten kauwen. Nee. Cola. Wat heb ik tegen cola? Niks. Ik drink zelfs graag Coca-Cola, geen Pepsi. Ik vind wel alleen dat alles en iedereen die cola smaken na probeert te doen, daar niet in slaagt. Het is meestal niet cola. En dan zeggen ze, een cola snoepje, smaakt niet naar cola. Weet je, het punt is eigenlijk, de meeste cola snoepjes smaken dus naar cola snoepjes. Die smaak hebben we gewoon geaccepteerd als cola snoepje, maar niet, het heeft niets met cola te maken. Nou ja, hoe, ook roze, is de cola bubblegum? Ja, nou, ik ga vast gewoon een vat kouwen door te praten. Ik denk dat het best oké kan zijn. Aan de andere kant zou ik niet heel lang op een cola bubblegum willen kouwen. Lijkt me gewoon niet lekker. Nou, ik heb nieuws voor je. De cola bubblegum is ook niet lekker. En de cola bubblegum komt een hele zure smaak. Heel zuur. En geen fijne zure smaak. De hele zure. God vergeet wat zuur zeg. Hele zure chemische smaak. En het heeft wel ook niets. Maar dat heeft niks met cola te maken. Gadverdamme. Oh, die is echt heel vies. Nee, het smaakt niet naar cola. Het smaakt naar. Het is zo zuur. Het brandt bijna een gat in je slokdarm. Hè? Hoe kom je er nou bij om dit dan cola te noemen? Gadverdamme. We hoeven hier eigenlijk niet van op te schrikken wat er nou gaat gebeuren. Want zoals jullie weten, ja, ben ik toch iemand die in de gebane paden treedt. Ik ben een beetje ouderwets, conservatief, een vervelende oude man. Tegenwoordig wordt dat boomer genoemd, geloof ik. Iemand die zegt, ja, dit is lekker. En dan is dat dus ook lekker. Ja. Ik hou best van nieuwe smaken, hoor. Ik ben gek op nieuwe smaken. Ik kook graag. Ik heb net een nieuw kookboek gekocht. Surinaams kookboek. Ik kook graag vaak Surinaams, maar dat vind ik lekker. Dan kan ik nieuwe dingen leren. Ja. Dus ik kook graag en eet graag verschillende dingen. Alleen, ja, dit is met bubblegum. Dan is dit mijn bubblegum. Dus ja, dat die de lekkerste worden. Weet ik nou al. Even de blok bedoelde vermalen. Ik heb niet meer het geduld voor bubblegum. Vroeger had ik gewoon heel veel geduld voor bubblegum, voor de bubbelisjes. Tegenwoordig heb ik niet het geduld om te kauwen. Ja, nou, wat vind ik ervan? Ik denk dat ik een jaar of misschien wel een jaar of 30 geen bubblegum heb gegeten. Nee, maar overigens een stuk lekkerder dan dit.
Wel de lekkerste smaak tot nu toe, maar dat hele warme fantasie erbij. Nou ja, warme fantasie. Ik heb in mijn hoofd een veel smaak. Oh, wacht. Nu komt de smaak los. Ja, dat is die ouderwetse smaak. Jawel. Ik was heel veel bang dat het allemaal tegenviel. Het is een ouderwetse smaak. De aardbeien. Bubbelusjes. Is die de lekkerste van de drie? Ja. En jongens, ik ga er ook niet meer maken dan dit. Ik voel me niet lekker. En Achmed zit met drie pakjes kauwgom op. Wat verwacht je van me? Dat ik hier ga tapdansen of zo? Wat ik wel ga doen, als ze in een trauma verwerken, wat voor domme kan ons heen die? Ik kan het nog steeds niet. Ik heb nog steeds een belbaar. Zo, nu kunnen we aan mee. Kijk voor de cijfertjes. Ja, de cijfertjes. Ja. Het is nog een stukje jeugd. De bubblegum, de bubbelusjes. Ik ga niet helemaal tot de grond of zeiken. De Coca-Cola is gewoon niet gelukt. Smaak niet cola, de zuur is de pest. Is gewoon helemaal niet lekker. Moet je ook gewoon helemaal niet doen. Die krijgen vier. Gaat voor u. De basisbubbelusjes, de Ultimate Original, die ken ik helemaal niet. En die is gewoon prima. Ja, er zit geen echt zoete fruitsmaak aan. Maar het is een beetje de oude Tonka bubblegum. Het is gewoon lekker om op te kauwen. Ja, het is een groot blok. Het is ook niet om even een hele dag mee te kauwen. Maar als je hiermee door de stad loopt, denken ze dat je niet goed bent. Dat je een soort herkauwend paard bent. Dus, maar wel leuk om een keer uit de belletjes te blazen. Deze is al prima. Die krijg gewoon mijn sessie, hoor. Die krijg gewoon een sessie. Niks aan de hand. En de winnaar is Memory Lane Bubblicious Bubblegum Strawberry. Ja. Die is uit mijn jeugd, hè. Die is uit mijn jeugd. Zo leuk, hè. Zo leuk uit mijn jeugd. Die is lekker. Maar ook niet zo lekker als ik had verwacht. Die krijgt een 7. Kan steeds geen bellen blazen. Niks veranderd. Ja, je hoopt dat je, als je wat ouder wordt, dat je op een gegeven moment wel dingen kan. In mijn geval is het niet zo. Dit was het. Ik kon er niet meer van maken, Achmed. Volgende keer gewoon weer een leuk product. Ja? Mooi. Nou. Oh. Jezus. Zoek de bek, zeg.